Een hele goede morgen. Wat leuk dat je weer kijkt naar dit weekvlog over gezonder eten, meer bewegen en het vinden van een betere balans tussen werk en vrije tijd. Het is week 39 van mijn weekvlog, dag 1, maandag. Ik ga nu op de fiets naar het werk en in plaats van lopend ben ik iets minder lang in de buitenlucht, in de pollen. En ik ga toch even vragen of de dokter even wil kijken naar mijn oog. Vos laat los. Annelies had laatst het spel meegenomen naar de vestiging Staphorst. Maar in Balkbrug was er iemand die heel graag het spel wilde spelen. Dus moest het weer terug. Dus ik neem het nu weer mee. Zo, ik heb alvast wat materialen meegenomen. Voor, nou die hoort er eigenlijk niet bij. Voor morgen, voor de cursus. Ben ook benieuwd waar collega's mee komen. Avondeten voor de maandagavond. Bietensalade met aardappelen en een carbonade. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik sta niet in mijn sportkleren. Want ik ga vandaag samen met collega Paula van de Isala ga ik de schiezerscursus geven voor logopedisten. Ik ben een beetje gespannen, denk ik. Ik vind het toch wel spannend hoor. Een beetje nerveus ben ik wel, maar goed. Ik denk dat het hoort er ook bij. Mijn ontbijt. Twee crackers met 20 plus kaas. En een heerlijk fruitontbijt. Misschien ook nog wel even leuk om te weten. Ik ben trouwens gisteren nog bij de dokter geweest. En ik heb nu een ooggel gekregen. Voor mijn oog. Maar goed, het is nog steeds niet helemaal weg. Avondeten voor dinsdagavond. Broccoli met aardappelen en een gehaktbal. En sla. Een hele goede morgen allemaal. Het is woensdagochtend. En ik realiseer me ineens dat ik gisteren helemaal ben vergeten te vloggen. Ik had gisteren een bijzondere dag. Dat wil zeggen, samen met mijn collega Paula uit de Isala Zwolle, logopedist uit het Schiezersteam, hebben wij een cursus ontwikkeld voor logopedisten. En gisteren was de eerste aftrap, dus de eerste cursusdag, met heel veel gemotiveerde logopedisten. Ja, dat was natuurlijk best wel een beetje spannend. En in eerste instantie kregen we ook nog mijn presentatie niet aan de praat. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. En het klopte precies zoals wij bedacht hadden van tevoren. En dat is altijd heel leuk natuurlijk. Maar ja, dit was toch wel zo spannend dat ik helemaal niet heb gedacht om dat überhaupt maar te gaan vloggen. En gisteravond heb ik geloof ik wel mijn eten nog gevlogd. Maar daarna was ik gewoon zo verschrikkelijk moe. Dat ik echt dacht, nou jongens, toen ben ik op de bank in slaap gevallen. En gisteravond heb ik nog een heel klein beetje mijn mailtjes bekeken van die dag. En dat is eigenlijk mijn dag van de dinsdag. Maar vandaag is het woensdag en het is weer een bijzondere dag. Want vandaag doe ik mee aan de Delphi-studie vanuit de Tilburg University. En dat gaat over het ontwikkelen van indicatoren voor de zorg voor mensen met Down-syndroom. En als logopedist mag ik daar een bijdrage aan leveren. Vandaag moet ik 3 vragenlijsten invullen. Die komen op gezette tijden mijn kant op. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. En vanmiddag ga ik samen met Boukje en Kim naar de cursus kauwen van Lianne Remijn. De koe heet dat. Kauwobservatie en evaluatie, daar staat het woord voor, koe. En dat ga ik vanmiddag doen in Meppel. Dus ik ben vandaag niet aanwezig op de praktijk. Oké. Ik heb me wel netjes aangekleed. Ik heb dit rokje, dit jurkje, ik weet niet waar het vandaan komt, eerlijk gezegd. Ik heb het al een jaar of zo, 2 jaar misschien al wel. Maar ik weet niet precies waar ik het gekocht heb. Volgens mij bij Zalando. Als ik het zo eens bedenk. En schoenen van Gabor. Een donkerblauw jurkje, dus ik heb donkerblauwe schoenen aan. En het is zo'n leuk jurkje, tenminste het voelt zo lekker. Om je benen. Oké. Dat over de kleding. Jongens. Oh, mijn ontbijt heb ik ook al gehad. Ik vlog deze week wel alles achteraf, zeg. Wat heb ik voor ontbijt gehad? Oh ja, ik weet het alweer. Magere yoghurt met Verival en een kopje thee. De derde van de letter. Ik vind dat jullie
hè? Maar goed, over het algemeen zie je toch veel pletten. Hè? Dus als je dan weer een overhol blik hebt, dan zeg je, ja, dat pletten was toch wel overheersend. Een hele goede morgen allemaal. Het is donderdagochtend en vandaag is het een praktijkdag. Eindelijk weer eens deze week. Ik laat jullie even mijn ontbijt zien. Dit is mijn ontbijt, een volkoren cracker en een rijstwafel met, oh, staat hier nog, 15 plus eru balans, dit is sambal, smeerkaas en een kopje thee. En ik heb voor mijn lunch en tussendoortjes, ik heb twee stevige broodjes. Volkoren boterham met 30 plus kaas. Plakjes augurk ga ik erop, plakjes komkommer ga ik daarop doen. Ik heb voor tussendoor een appel. Ik heb voor tussendoor een appel en allemaal radijsjes en snoeptomaatjes. In ieder geval gezond eten op het werk. Hoi allemaal, het is vandaag donderdagmiddag. Ik denk steeds dat het woensdagmiddag is. Dat komt omdat ik gisteren niet op de praktijk was. Maar goed, dat even terzijde. Het is vandaag dus donderdagmiddag en dit is mijn lunch. Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. Ik heb vandaag een hele drukke dag op de praktijk met twee huisbezoeken en gewoon veel cliënten vandaag. Als ontbijt neem ik biologische magere yoghurt met Verivo Crunchy. Moet je eens kijken, jongens. Ik loop net naar buiten en afgezien van dat ik direct een niesbuik krijg. Maar goed, dat is nu weer over. Kijk eens hoe mooi. Het is heel mistig. De zon schijnt er zo mooi doorheen. Vond ik even leuk om met jullie te delen. Nou, ik ga in de auto. Hij hoort je niet, denk ik. Ja! Ja. Wat hoor ik? Komt-ie. B? Ja. De kraan. Ja, die kraan. Heel goed. Het is vrijdagmiddag en ik heb dit als lunch. Morning, het is zaterdagochtend en ik sta in mijn sportkleren en ik ga vandaag samen met Annelies sporten. Die doet alvast de muggenspray op mij, jongens, kijk, het regent. Dus ik kan de camera niet meenemen, want dan gaat die stuk. Sorry. En afgelopen week heb ik op de dinsdag ook al niet gesport, want toen moest ik de schiezerscursus geven. Oh, ik ruik helemaal dat muggenspray. Moet ik ook nog even opdoen. Dus in deze vlog zitten deze week weinig. Ik heb last van hooikoorts. Annelies heeft last van hooikoorts. Te niezen. Nou, dat had ik ook van de week. Dus dat zal bij mij dan ook nog wel komen. Maar ik ga even muggenspray opdoen. En dan gaan we gewoon samen sporten. In de regen. Yes. Nou, beste mensen, zo zie je eruit als je in de regen hebt gesport. We moeten nu nog buikspieren doen. Annelies doet ook mee. Ja, op een geïmproviseerd matje. Dat dan wel. Nou ja, het is wel een matje. Het is wel een matje, ja. Dus. En ik op mijn gebruikelijke matje.
lunch voor de zaterdagmiddag. Gemaakt door Jan. Nieuwe laptops worden geïnstalleerd. Alle onnodige dingen verwijderen. Goed. Webcam covers bedoel ik. Om het allemaal te laten voldoen aan de nieuwe privacy wet. Ja, mijn avondeten voor de zaterdagavond: rustierrondjes en een groenteburger en een beetje sla. Een hele goede morgen, het is zondagochtend en ik ga mijn ontbijt maken. Goed, ik ga yoghurt nemen met Verival en daar doe ik wat zomerfruit bij. Biologische magere yoghurt. Een klein beetje zomerfruit erop. Nou, lieve kijkers, dit is voor het eerst sinds een week of twee dat ik weer buiten eet. Want ik heb altijd ongeveer zo'n 2 weken heel erg last van hooikoorts. En ik denk, en ik hoop ook heel erg dat het nu over is. Ik moet vanmiddag nog voorbereiden voor morgen. Maar ik denk dat ik dat nu maar weer buiten ga doen. Het is zo lekker weer. Tenminste, als ik niet ga niezen of tranen in de ogen krijg. Onze zondagmiddaglunch. Jan heeft heerlijke tomatensoep gemaakt. Met bolletjes en koud water. Ik ben buiten aan het werk. Heb ik hem uitgezet natuurlijk. En ik heb nu even pauze. Met een ijsje. Zo, lieve mensen, ik ga weer verder aan het werk. Ik ben op dat bed daar in slaap gevallen. En het is nu 4:30. Dus je moet vanmorgen nog wat behandelplannen maken. Dat ga ik nu lekker hier in de tuin doen. Een heel klein beetje oranje met ijsblokjes en water. Vind ik altijd zo'n leuk gezicht. Hoi, het is zondagmiddag. Leuk dat je kijkt naar mijn terugblik over de afgelopen week. Zoals jullie weten loop ik altijd 3 dingen na. Voeding, beweging en het vinden van balans tussen werk en vrije tijd. We beginnen met de voeding. Nou, dat gaat eigenlijk best redelijk goed. Ik eet altijd eigenlijk best gezond. En het enige is het snaaien en het snoepen wat ik af en toe doe. En ik heb me maar besloten dat ik me daar nu eigenlijk niet zo heel veel van aantrek. Het heeft vooral te maken met als ik veel... als ik behoorlijk wat stress ervaar, dan ga ik snoepen of snaaien. En dat is nu even zo. En dan denk ik, gaat ook wel weer over. En straks, als er wat meer rust komt, dan wordt dat vast ook wel weer beter. Het sporten, dat is deze week iets minder geweest. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik afgelopen dinsdag een cursus gegeven. En daarvoor moest ik al heel vroeg in Zwolle zijn. Dus kon ik niet sporten op de dinsdagochtend, zoals ik dat normaal doe. En ik had gedacht, ik kan misschien wel op de maandag of op de dinsdagavond. Nou, dinsdagavond is niet gelukt, want toen was ik gewoon helemaal kapot. Het was die dag heel warm. En daar waar ik cursus mocht geven, was het gewoon ook heel warm. Er was geen airco. Het was wel een mooie grote lichte ruimte, maar helaas geen airco. Dus dat was echt met 31 graden best wel... afzien voor ook voor de cursisten, die moesten daar ook maar zitten, en natuurlijk ook voor de docenten. Maar het was wel super leuk om te doen, dus er komen er nog 3 in ieder geval. Dus ik ben benieuwd. Dinsdagavond ben ik gewoon op de bank in slaap gevallen, ik was gewoon kapot. Dus daar heb ik ook niet gesport. En dan kom je weer op de woensdag, de donderdag en de vrijdag, waarin ik allemaal praktijkdagen heb, wat gewoon heel druk is. En dat is gewoon niet gelukt. Zaterdagochtend heb ik wel gesport, zoals jullie hebben kunnen zien, samen met Annelies. Dat was ook wel heel erg leuk. En dat kwam eigenlijk omdat de trainer van Racedal Outdoor, die kon die dag niet. Er waren die dag Racedal Outdoor Games, geloof ik. Dat gaan we aankomende dinsdag inhalen. Dus helemaal prima. Dus heb ik wel met Annelies gesport en dat was heel gezellig en leuk. De balans tussen werk en vrije tijd. Ja, jullie merken al altijd aan mij, dat is abominabel. Vrije tijd, welke vrije tijd, denk ik dan. Maar goed, dat is ook een beetje mijn ding. En ik heb deze week wel 3 keer, ik heb mijn telefoon niet bij me, maar ik heb wel 3 keer
Met de cap. Nou, ik ga helemaal raar van praten. Ik heb deze week wel 3 keer met de app Calm mijn mindfulness oefeningen gedaan. Dus dat wel. En dat had ik ook beloofd de vorige keer in mijn vorige vlog. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel goed voor mezelf. Ik had het ook in mijn agenda gezet. En dat werkt bij mij altijd heel goed. Als ik dat doe, dan denk ik er misschien wat beter aan. Ik ga de vlog afsluiten. Nou, beste mensen. Ik vond het erg leuk dat je de video uit hebt gekeken. Super bedankt daarvoor. Ik hoop dat je het een gezellig vlog vond. Vind je mijn video's leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dat is gratis. En voor nu zeg ik nogmaals dankjewel voor het kijken. En tot in de volgende vlog. Dag!